De ontwerpwet collectieve rechten in heemse en tribale volkeren, die met name het grondenrechtenvraagstuk zal oplossen, is al goedgekeurd door de regering en doorgestuurd naar het parlement. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi vandaag bij de viering van de Dag der Inheemsen in de Palmentuin. Volgens president Santokhi heeft de coalitietop al gesproken over de behandeling van het wetsontwerp. De opdracht is gegeven dat het ontwerp als hoge prioriteit zal worden behandeld. De wet zal niet later dan september in het openbaar worden behandeld. CND en al het Rui Wang en hij knikt ja. Dus hij gaat vanuit dat het parlement al beslist is dat we die wet in het openbaar gaan behandelen. Dus nogmaals, het staat op onze agenda. En wij moeten datgene geven als land aan de inheemse waarop ze aanspraak maken. En datgene geven aan onze Maranbroeders en zussen waarop ze aanspraak maken. En dat gaan we, zoals de internationale verdragen dat ook eisen, als lidstaat, als verdragsstaat ook zorg dragen dat al deze verdragen nageleefd gaan worden en ook toegepast gaan worden. In de vorm van nationale wetgeving, in de vorm van nationaal beleid. Met betrokkenheid van alle Surinamers. Met betrokkenheid van ook de inheemse en de in stamverband levende gemeenschap. Het staatshoofd die de afgelopen dagen de inheemse dorpen Witsanti en Apura bezocht, is zich bewust van de problemen van de inheemsen. Wat de regering doet, is kansen creëren, zodat de gemeenschappen economisch weerbaar en sterk kunnen worden gemaakt, zegt hij.